spreken. In zijn voorbereiding heeft hij God continu gezocht. En ik weet zeker dat God door je heen gaat spreken deze ochtend. Ik wil je zegenen met zijn wijsheid, met zijn aanwezigheid, met zijn geest. Vul hem, Heer. En spreek woorden van leven door Marcel heen, van vernieuwing. Heer, dank u wel dat u Marcel deze ochtend krachtig gebruikt in Jezus' naam. Amen. Ik heb van de mute-kop afgehaald, dat maar niet gedaan. Zie je dat wel? Dat doet niks, hè? Dan zou het moeten doen, volgens mij. Staat van de mute af. Doet dit? Ja, dat komt. Oeh. Een beetje raar geluidje, volgens mij. Goedemorgen. Valt nog mee met de vakantietijd, zo te zien. Ik denk, nou, er zitten misschien 10, 20 mensen. Dat valt mee, valt mee. Sorry. Ja, ik was een week of twee geleden was zo geïnspireerd door de preek van Erwin. En hij had een preek over genade. En als hij dan zo'n lied zingt als net ook van... Raak mijn hart van wat uw hart raakt, zeg maar. Nou, als iets mij geraakt heeft, zijn het de lessen geweest op de Bijbelschool over genade. En ja, dat zijn toch wel hele... Ja, God heeft zulke diepe dingen daarin gedaan... Dan kun je eigenlijk alleen maar van vertellen. Daar ben je dan helemaal vol van. En nou, over genade, of wet of genade, daar kun je zoveel preek over maken. Dus, nou goed, ik heb er een gedeelte uitgenomen. Ik heb 3 punten. Het eerste punt is waarom het wet of genade is en niet wet en genade. Punt 2 is hoe kunnen we dit ontvangen. En punt 3 is hoe kunnen we dit uitdelen. Dus om het gelijk ook praktisch te maken. Johannes 1, vers 17, daar staat, want de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Net haalde Erwin het ook even aan in zijn gebed, van we moeten altijd bij de oplossing zijn. En ik was een keer aan het dromen en toen sprak God heel duidelijk tegen me, je moet niet naar het probleem kijken, je moet naar de oplossing kijken. En dat hij heel duidelijk zei, Jezus, dat is de oplossing. Goed, de 10 geboden. Die komen we tegen in het Oude Testament. Die zijn gegeven aan Mozes, hè, op stenen tafelen. Dat is een onderdeel van de wet. De wet bestaat uit veel meer dingen natuurlijk. Heel veel wetten en verordeningen. Kun je ook allemaal vinden in nou, best wel veel boeken. Ik geloof een stuk of 5. Uit mijn hoofd ongeveer. Daar zijn heel veel verordeningen in. Dat is een megalijst. En die verordeningen die stelde God dus aan het volk. En uiteindelijk gaf hij de 10 geboden mee aan Mozes op stenen tafelen. Het probleem zonde werd hiermee dus aan de kaak gesteld. Wat inhield dat dus heel duidelijk zou zijn wat dus ook zonde is. Nou, wil ik met jullie lezen uit Romeinen 3 vers 20. Romeinen 3 vers 20. We gaan een aantal dingen lezen uit de Romeinenbrief. En daar staat... Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Dan zien we dat ook weer terugkomen. Dat, doordat we de wet hebben gekregen en dat hebben gelezen... weet je van, hé, dat is zonde. Alleen kon de mens zich nooit aan al deze wet houden. Dat lukte gewoon niet. Ik ben zelf ook vrij wettisch opgevoed. En... dat betekent dus ook dat we heel veel dingen niet mochten en wel moesten doen. En nou had ik een hele rebelse houding vanaf een jaartje of 12, 13. Dus ik schopte daar compleet tegen in. Dat was niet verstandig om te doen. Maar sommige dingen, die kon ik niet rijmen eigenlijk. Ja, nou had ik een heel ander beeld van God ook. Maar ik kon sommige dingen niet rijmen met de Bijbel. Dan dacht ik, ja, waarom mag dat nou niet? Het was zelfs zo natuurlijk, hoe sterker ik eigenlijk probeerde dat te doen, waarvan ik dacht dat het dan goed was, hè, dat was al toen ik tot geloof was gekomen, dacht ik, ik moet mijn best doen, weet je wel, want ja, dat had ik geleerd.
Je moet je best doen. Maar hoe meer ik dat probeerde, hoe meer ik er ook achter kwam dat het gewoon compleet niet lukte. Sterker nog, ik deed precies het tegenovergestelde. Nou, dan gaan we verder in lezen Romeinen 7. Romeinen 7 vanaf vers 14. En dan lees ik even uit het boekvertaling. Dan staat het even net iets makkelijker. Normaal lees ik uit het, de Herziene Statenvertaling, maar dat is toch best wel een beetje ingewikkeld opgeschreven. Ja, hè? Ik lees ook het. En dan soms moet je wel eens even... Oh, ik dacht dat hij was blijven staan. Ja, daar hebben we hem. Vanaf vers 14. En daar staat... Wij weten dat de wet van God een geestelijke zaak is. Maar ik ben een mens van vlees en bloed, die onderworpen is aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist de dingen waar ik een hekel aan heb. Ik doe dus wat ik niet wil, en daaruit blijkt dat ik het met de wet eens ben en dat ik die juist vind. Wel, dan doe ik die slechte dingen niet zelf, maar de zonde die mij beheerst. Ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. En in plaats daarvan doe ik het slechte, en dat wil ik nu juist niet. Als ik doe wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet zelf, maar de zonde in mij. Zo ervaar ik het steeds weer. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat Gods wet van mij vraagt. Maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in tegenspraak is. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Wat ben ik er ellendig aan toe? Dit is Paulus, he, die dit spreekt. Wie zal mij verlossen uit deze vreselijke macht van de dood? En nou komt het mooie. Ik dank God dat er een uitweg is door Jezus Christus onze Heer. Om kort te gaan, ik sta met mijn verstand wel achter de wet van God, maar ben in mijn dagelijks leven onderworpen aan de wet van de zonde. Wat een strijd zien we hier, hè? Paulus was er continu ook gewoon mee bezig. Die had continu die strijd. En zelf merk ik dat dus ook in mijn leven. Veel van die worstelingen gehad en nog wel eens. Dan probeer je zo je best te doen en gaat het niet lukken. En ik merk ook binnen de kerk, binnen de gemeentes, komen we dat ook heel veel tegen, helaas. En daarin kwam ik op een gegeven moment achter dat... ik was met een paar vrienden in gesprek daarover. En dat had ook weer te maken met iets wat we mee hadden gemaakt, waardoor soms kan er een stukje pijn of frustratie zitten, nog uit het verleden. En als iemand dan iets zegt, uit hele goede bedoelingen, kan het soms helemaal verkeerd overkomen. Nou, dat was dus ook gebeurd. En toen zei ik op een gegeven moment ook tegen zo'n vriend, ik zeg, soms heeft iemand gewoon, daar moet je eigenlijk een beetje van uitgaan, iemand die toch wel degelijk in Jezus gelooft, dat hij eigenlijk wel goede bedoelingen heeft. Dat het misschien niet altijd goed uit de verf komt, dat is een ander verhaal. Maar hij heeft wel goede bedoelingen ermee. En dan is het de vraag van, hoe gaan we daarmee om? Kunnen we dat dan eerlijk tegenover elkaar communiceren? Kunnen we dan ook even vragen van, hoe bedoel je dat nou? En heel vaak merk ik, bij mezelf ook, dat je gelijk eigenlijk met je hak in het zand gaat staan. Zo van, maar dat gaat bij mij niet binnenkomen. Dat is gelijk helemaal... En dat ervaar je dan. En als je eigenlijk daarna gaat kijken van, weet je, hoe, als die ander dat goed bedoeld heeft, dan kan ik daar eens heel anders naar in gaan staan. Dan kan ik veel opener zijn en zeggen, ik ga eens met jou in gesprek. Dan gaan ze vragen van, hoe heb je dit bedoeld? En hoe vind je dit eigenlijk zo? En dan kom je vaak op hele mooie oplossingen. En dan kom je er eigenlijk al achter van, oké, hij heeft dus een goede bedoeling gehad. Het is niet goed uitgepakt. Of hij heeft misschien, of ik heb het verkeerd geïnterpreteerd. Hè, dat kan ook nog. Hè, dat ik het dus gewoon compleet verkeerd opgevangen heeft van wat hij bedoelde. En dan komt het er eigenlijk op neer van, weet je, ga je kijken naar de oplossing, ga je kijken naar Jezus, mag Jezus werkelijk even daarin kijken, in dat, probleem, in misschien die frustratie of die pijn of die moeite of dat verdriet wat er zit, hè, want dat speelt dan vaak op. Mag Jezus daar werkelijk in kijken of heb je de boel op slot gedaan? Heb je je hak in het zand gezet en zeg je, nee, dat boeltje zit op slot, daar komt niemand bij. Of zeg je, nee, we gaan het openstellen. Met die gedachte dus dat die ander wel eens hele goede bedoelingen
gehad kunnen hebben. En dan zul je ook merken dat de ruimte vrij gaat komen. Ik heb het zelf ook gemerkt, dan komt er echt veel meer ruimte. Dan krijg je ruimte om te vergeven. Dan ga ik veel makkelijker voor een stukje verzoening, herstel. Maar dan breng ik het misschien heel groot, maar dan kunnen ook in hele kleine dingetjes zijn. Hè? Ik heb het ook wel eens meegemaakt, ook bij gemeentes waar het soms zo aangevallen werden ook door de pijlen van de duivel. Waar echt zoveel dingen stuk gingen. Dat ik ook heel hard moest huilen. Ik weet nog heel goed, het was een zaterdagavond. En ik moest er zo om huilen. God raakte zo mijn hart aan daarin. Want weet je, Satan is er altijd op uit om ergens een wicht te slaan. Als jij goede vrienden hebt, ook in de Heer, of je hebt een gemeente. De duivel gaat altijd ergens plekken zoeken van waar kan ik ergens die wicht tussen drijven. En splijten die op. Maar de vraag is natuurlijk, laten wij dat toe? En hoe gaan we er dan mee om? Gaan we uit eigen kracht de aanval aan? Of zeggen we nee, ik vertrouw op het volbrachte werk van Christus aan het kruis. En in liefde met elkaar communiceren. Nou, over de liefde staat heel veel in 1 Korinthe 13, dat gaan we straks nog even lezen. Maar wanneer ik dat stukje lees, even terug uit Romeinen 7... dan ben ik zo blij dat Paulus zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want daar ligt natuurlijk uiteindelijk onze verlossing, maar daar ligt nog veel meer dan alleen die verlossing. En hier zien we ook dat we eigenlijk ons verlies moeten toegeven. Dat is ook wel eens moeilijk. Gewoon je verlies toegeven en zeggen, ja weet je, ik schiet tekort in heel veel dingen. Maar dank God door Jezus Christus. Kijk, Jezus zei natuurlijk niet voor niks aan het kruis, het is volbracht. Er staat nergens in de Bijbel, dan kom je nergens tegen, dat God zegt dat wij daar iets aan toe moeten voeren. Dan zou het ook trouwens geen genade meer wezen. Hè? De genade die God voor ons heeft, de genade die Jezus heeft gebracht aan het kruis, daarvan zei hij heel duidelijk, het is volbracht. Finish. Maar we kunnen er ook niks meer aan toevoegen, want er is geen genade meer. Dus ook niet om de wet te houden. En dat wil niet zeggen dat de wet niet goed is. Het zit perfect in elkaar. God zelf bedacht. Alleen we gaan het niet redden met de wet. Want de wet zorgde er eigenlijk alleen maar voor dat we nog meer gingen zondigen. En we lezen dat Paulus daar dus ook heel erg moeite mee had. En dan zegt de Bijbel, we zijn verlost van de wet. We zijn ervan vrijgekocht. Hier staat in Galaten 3. Daar kom ik straks in punt 2 nog even op terug. En nog een mooie tekst, waarin ik uiteindelijk ook vond van... ik had hem eigenlijk heel vaak gelezen, al die tekst. Waarin heel duidelijk naar voren komt dat we ons niet moeten focussen op de wet. En begrijp me goed, hè? De wet is goed. Er keert niks aan. En dan wil ik even met jullie mee naar 2 Korinthe 3. Vanaf vers 14. Als ik hem zelf ook op zoek moet doen, want ik heb hem niet uitgetikt. 2 Korinthe 3, van 13, vers 14 tot en met 16. En daar lezen we eigenlijk een heel interessant stukje over de wet. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt er niet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, de wetten dus, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En ik had die tekst had ik best wel al vaak gelezen, omdat ik natuurlijk zelf ook wel heel veel worstel eigenlijk met van jou. Hoe kun je nou goed doen? En ja, je probeert ergens. Probeer natuurlijk ook goed te doen. Maar hoe had ik die wet proberen eigenlijk na te leven? Ja, dat ging dus helemaal niet lukken. Waar ik achter kwam is dat als je dus... Ik kan het hierin lezen, zeg maar. Dat als je je focust op alleen maar de wet, dan komt er een bedekking. Een bedekking op je hart. Dat houdt dus in. En dat kun je eigenlijk even teruglezen in vers 7.
Maar staat als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van... Nou, dat verhaaltje, dat hoeft niet, dat gaat niet eens. Het gaat puur om dat als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was. Nou, dus die letters zijn de bediening van de dood. Het brengt je uiteindelijk alleen maar naar de dood. Wat ik dus achterkwam is dat als je die letters hier ook wel binnen laat komen, dan kunnen ze uiteindelijk niet zakken tot je hart. En daarom moeten we ons focussen op Jezus. Als je de Bijbel zegt natuurlijk ook daarna, maar wanneer je zich tot de Heer bekeert, dus wanneer je zegt: Jezus Christus, wilt u komen in mijn hart, op elk gebied van mijn leven, dan wordt die bedekking weggenomen. Dan is er pas echt vrijheid. En daarom zegt de Bijbel ook dat je vrijgekocht bent van de wet. Je moet je dus niet op de wet focussen, je focus je op Jezus. Ik zeg wel eens, als je Jezus volgt, in alles wat hij gedaan heeft, en je kijkt naar hem en hij zegt, je moet met liefde, hè, dan ga je ook merken dat je een aantal dingen ook gewoon bewust niet meer wil doen. Je wil helemaal niet iemand doodslaan, je wil helemaal niet stelen, je wil helemaal niet... Dan wil je dat automatisch niet. Niet dat het dan altijd goed gaat, maar die wilde is er al niet. Dat komt omdat Jezus daar... Die krijgt eigenlijk daarin dan de overhand. Dus Jezus zegt, ik maak je waarlijk vrij. Vrij van de wet en vrij om de Heilige Geest te ontvangen. Dan heb ik even een powerpointje gemaakt. Ik ben helemaal niet zo van de powerpoints, maar dit was wel een beetje makkelijk. Had ik nog zo'n ding meegekregen. En daarin wil ik eigenlijk even laten zien wat de wet doet en wat de genade doet. Als het goed is... Wordt even opgestart. Ik hoop dat het een beetje leesbaar is voor iedereen. Is dat te lezen? Ja, hè? Ik heb ze gewoon even onder elkaar gezet. De wet verbiedt en eist. Daartegenover staat de genade, die vergeeft en die schenkt. De wet brengt dood en veroordeling. De genade brengt leven en verzoening. De wet is een letter die doodt. De genade is het levende woord, Jezus. De wet zegt, doe het zelf. De genade zegt, het is volbracht. En dus volgens de wet moest het allemaal zelf doen. En bij de genade hoef je alleen maar naar Jezus te kijken. En Jezus heeft gezegd, het is volbracht. De wet vervloekt. De genade verlost van die vloek. Dat lezen we straks ook zo nog in Galaten 3. De wet die richt zich op jouw persoon. Van wat jij moet doen. De genade richt zich alleen op Jezus. De wet zegt, doe het goed. De genade zegt, Jezus doet het goed. En we hebben ook gezien. De wet zegt, doe het goed. Lukt niet. Paulus lukt het ook niet. Ik hoor van hele andere mensen ook. Die lukt niet. Lukt mij ook niet. Maar Jezus is het wel gelukt. De wet laat je zwijgen door schuld. En de genade opent je mond om hem te prijzen. De wet zegt, haat uw vijanden. De genade zegt, heb je vijanden lief. En zegent wie u vervolgen. De wet had nooit een zendeling. Er werd nooit iemand op uitgestuurd. Vanwege jij eens ver eens de wet brengen. Mozes kwam wel met de wet beneden, zeg maar, gaf het aan het volk. Maar er is nooit iemand aan het uiteinde van de wereld gegaan om die wet te brengen. De genade zegt, dit moet gepredigd worden aan alle mensen. En we lezen dat weer terug in Markus 16. Gaat heen, trekt de wereld in. Breng het evangelie, breng de genade van Christus. De wet veroordeelt de beste mens. De genade rechtvaardigt de slechtste mens. Het verschil, hè? De wet stenigt en overspeligen. De genade zegt, zo veroordeel ik u ook niet. Het verhaal van die vrouw die overspel had gepleegd. De fariseeën en schriftgeleerden brachten haar bij Jezus en ze dachten, nou hebben we hem. Ze zegt, deze vrouw heeft overspel gepleegd. Ja, volgens de wet moet ze gestenigd worden. En dan zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, wie zonder zon is, die gooit de eerste steen. En ze moet allemaal afdrijven. Dat is weer genade. Dat is puur genade. Hij zegt, zo veroordeel ik u ook niet. Onder de wet sterft het schaap voor de herder. Onder de genade sterft de herder voor het schaap.
De wet frustreert en ontmoedigt. De genade geeft hoop en blijdschap. Was ik er al? Ik dacht dat ik er 3 had. Had ik er 2? Oh, ik heb al... Ik ging gewoon zo snel als ik dacht. Mooi, hè? Ik hoop dat hiermee een klein stukje duidelijkheid is gekomen tussen wet en genade. Nee, ik moet zeggen de wet of genade. Weet je, heel vaak proberen we toch de dingen te mengen. Ik probeer heel vaak een beetje van de wet. Ik moet toch een beetje mijn best doen. Ja, Heer, ik heb toch uw genade ook nog nodig. Dus dan gaan we dat zitten roeren en het wordt helemaal niks. Dat wordt een hele rare soep voor dat. Dat kunnen we gewoon niet doen eigenlijk. Nou ga ik naar mijn punt 2. Hoe kunnen we dit ontvangen? Kijk, dat heeft te maken met rechtvaardiging. En ik vond het op school, ik had een hele mooie les ook. Dat heeft me ook heel diep geraakt. Want op een gegeven moment kom je dadelijk achter natuurlijk van ja, in mij geen goeds. Paulus zegt dat ook. Voor mij lees wat straks nog een stukje van. Maar we moeten weten dat we gerechtvaardigd zijn door ons geloof in Jezus Christus. Nou, wat zegt de Bijbel hierover? Mijn Bijbelleraar zei altijd, je moet de Bijbel laten uitleggen. Dat vond ik altijd heel mooi. Vaak voelen we ons schuldig. Ja, dan denken we eigenlijk dat God ons gelijk gaat veroordelen natuurlijk. Dus lijkt het oordeel erop. Nou, zegt de Bijbel, er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. Amen. Dat is een stuk geloven natuurlijk. Is er dan gerechtigheid door de wet of door geloof? Romeinen 10, vers 3, dan zegt het volgende. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Nou, de wet die eist rechtvaardigheid, genade geeft rechtvaardigheid. Dus bij de wet ontvang je de gerechtigheid door de wet te houden en het zelf te doen. En bij de genade is het door geloof en te zeggen, Heer, ik vertrouw. Ik vertrouw op uw volbrachte werk. En God rekent je de zonde niet toe. Dat is toch geweldig? Dat is toch een heel mooi verlossingsplan? Dat is het mooiste wat God bedacht heeft. Soms denk ik wel eens, nou, had dat niet wat eerder gekund? Nou, niet. We hebben het hele Oude Testament, als we het lezen, dat zijn natuurlijk prachtige verhalen. We zien het continu, dat zijn hele mooie schaduwbeelden. En ze verwijzen allemaal naar Jezus. Daarom zei God ook van, ik ga met jullie een nieuw verbond aan. Ik ga niet meer met dat oude knoeien. Een nieuw verbond. Een nieuw tijdperk. We moeten weten dat we voor altijd geliefd en aanvaard zijn door het volbrachte werk van Jezus Christus. Ik ga even een liedje zingen. Ik denk dat Jezus wat God even wil laten weten, even door het lied heen, hoe hij over ons denkt, hoe hij naar ons kijkt. Stap eens uit de drukte en kijk eens goed naar mij. Blijf niet zo onrustig, maar kom toch dichterbij. Hoe lang is het al geleden dat je bij me bent geweest? Hoe laat je toch verkwikken en verfrissen door mijn geest? Ik heb je lief, mijn kind. Kom toch dichterbij. Ik heb je lief, mijn kind. Geef opnieuw je hart aan mij. Geef opnieuw je hart aan mij. Sluit gerust je ogen. Het gaat niet om mij. Dat is heel iets wat God tegen je wil zeggen. O, stap eens uit de drukte. Kijk eens goed naar mij. Blijf niet zo onrustig. Kom toch dichterbij. Ik zie naar je uit. Wacht iedere dag op jou. Zodat jij weer ontdekken zal. Hoeveel ik van je hou.
heb je lief, mijn kind, kom toch dichterbij. Ik heb je lief, mijn kind, geef opnieuw je hart aan mij. Geef opnieuw je hart aan mij. Heb je lief, mijn kind, kom toch dichterbij. Ik heb je lief, mijn kind, geef opnieuw je hart aan mij. Geef opnieuw je hart. Heb je lief, mijn kind, kom toch dichterbij. Ik heb je lief, mijn kind, geef opnieuw je hart aan mij. Geef opnieuw je hart aan mij. Dat is heel belangrijk. Als je denkt, ja, ik heb het even niet goed gedaan. Dat je weet, er is altijd weer een weg terug bij God. Hij heeft je lief, wat je ook doet. God is liefde, zei ik net. Dat horen we heel duidelijk terug in het lied. En dan zeggen mensen, ja, maar God is ook een verterend vuur. Klopt ook. Helemaal waar. Maar waar tegen is God een verterend vuur? Is hij boos op jou? Wil hij zijn toren uitstrekken over jou en jouw straf en zeggen, ja, hij, Of is het misschien zo dat hij boos is op datgene wat je juist fout doet? Is hij boos op de zonde? Is hij daar een verterend vuur tegen? Ik heb het altijd heel verkeerd gezien, dat plaatje. Tuurlijk is God niet blij als ik verkeerde dingen doe. Maar God is boos en God is een verterend vuur tegen juist datgene wat ik fout doe. Tegen de zonde. Daar wil hij een einde aan maken. En weet je, het is maar goed ook dat God daar een verterend vuur tegen is, want anders zouden we hem aan kunnen rotzooien. God haat de zonde. Maar dank God. Dank God dat hij Jezus Christus zond om voor onze zonde te sterven. En daarmee nagelde hij namelijk niet jou aan het kruis. Hij nagelde de zonde aan het kruis. Dat was voor mij een eye-opener. Ik dacht, nee, het is niet persoonlijk. Het gaat puur om die zonde. God heeft me gewoon lief. Om even terug te komen op de wet. Want ook de wet die de zonde deed toenemen, die zijn aan het kruis genageld. Dan lezen we dat stukje even uit Galaten 3, vers 13. Laten we ietsje verder. Galaten 3... Vers 13. Daar staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Er staat heel duidelijk: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Je zonden zijn daarmee vergeven. Als jij zondigt, houdt God nog evenveel van je. Maakt geen verschil. Wij denken van, ja, God houdt gelijk niet meer van ons. Dat is een leugen. God houdt van je. God houdt ook van die Palestijnen die rotsen lopen te trappen op de Tempelberg. Moest ik even aan denken, maar daar houdt God ook van. Dus het zijn ook kinderen van God. Alleen ze hebben nog niet gekozen voor een leven met Jezus. Ze kennen Jezus niet. Maar ook die mensen heeft God heel graag gewild. Het feit dat je hier bent, dat je hier zit, is omdat God dat heel graag wil. Dat je leeft. Dat je überhaupt geboren bent. En daarmee leren we ook gewoon wie God is. Hè? En wie God voor ons wilt zijn. Ik ga naar punt 3. Het is belangrijk om te begrijpen wat genade is. En hoe God dat wil gebruiken in evangelisatie. Weten wie je bent in Christus. Niet steunend op je eigen ik. Maar kijk naar het volbrachte werk van Jezus. Wanneer jij iemand vertelt over God en over Jezus en iemand komt tot geloof. Ja, dan is het niet zo van, nou ja, dat hebben we mooi gedaan. Hè? Weer evangeliseerd en ja, weer 10 mensen erbij in de gemeente. Joehoe, goed bezig mensen. Tuurlijk, kan je wel denken. Maar uiteindelijk
is het altijd een kracht Gods. In de Romeinenbrief, Romeinen 1, vers 16, het is het evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder die gelooft. En prijs God als die je ervoor wil gebruiken. Hè? Dank God ervoor. Als je door je heen wil werken. Dat is natuurlijk het mooie. God wil heel graag jou gebruiken als een levende steen in zijn koninkrijk. Maar weet dat het altijd zijn kracht is. Ik had een heel mooie... Van de week kwam er een vrouwtje bij mij over de sluis heen lopen. En ik had het wel vaker gezien, maar ik kon er niet. En met de wandelwagen. Want ik had wel gezien dat ze een maand of wat geleden met zo'n toeter liep. En nou was het eruit. En dat lag in dat bakkie. Ik zei, hey, laat eens even kijken wat erin ligt. Nou, een mooi schattig meisje, 7 weken oud. Ik zeg, waar woon je ergens? Want ik zie je wel lopen. Ja, ze zegt, ik woon daar. Nou, was gewoon schuin tegenover de sluis. Geen idee. Ze wonen er al 2 jaar. Ja, dat kan gebeuren, hè. Zelfs in zo'n klein dorpje als Woerden of Laat. Maar, we geven een praatje. En, ik zei, nou, ik ben al opa. Opa? Ja, dat is natuurlijk, Nee, dat ken je niet. Ik zei, ja, dat ken ik wel. En, dus ik heb op een gegeven moment gewoon een verhaal verteld. En hoe Jouke en ik heel jong getrouwd waren. En, maar dat we ook tot geloof waren gekomen. En dat Jezus echt gewoon ons hele leven veranderd heeft. Het is gewoon echt 180 graden omgegaan. Hij vond het wel interessant. Ze kon verder geen verhalen. Ik zei, nou, ik ben door een heel simpel liedje ben ik tot geloof gekomen. Ze ging een liedje over, ik weet niet hoeveel tijd ik ben in de Bijbelverhaal. Nee, ze zei, daar ben ik niet in thuis. Ze zei, nou, Ark van Noach? Ja, dat had ze wel zo gehoord. Zeg, nou, daar ging dat liedje over. Heel simpel. En zeg, vandaag de dag heb God een hele nieuwe reddingsboot gebouwd. En zeg, ja, Jezus. En zeg, daar ben ik ingestapt. Dat heb ik heel bewust gedaan die avond, dat weet ik nog goed. Ik heb dat verhaal wel eens verteld natuurlijk in een van mijn eerste keer dat ik hier sprak volgens mij. En dat vond ze wel interessant. En weet je, ik heb dat gewoon weer losgelaten. Ik heb gezaaid. Heer, gaat u ermee aan de gang? Ik denk, er komt vanzelf met vragen of dingen. Maar ik denk, ja, zo kun je heel makkelijk kun je soms zaaien. En zo word je dan gebruikt. Dus daar ga ik vanuit. Ik hoop dat God dat zo gebruikt. Maar we zien dat het dus heel belangrijk is dat de positie waar je in verkeert. Kijk, ik weet heel duidelijk, als ik dan met zo iemand praat, dan bid ik eigenlijk in mezelf en dan hoop ik, Heer, zorg dat ik de juiste woorden spreek. Niet mijn eigen dingetjes, maar dat u het bent, weet je, want het is een kracht Gods. Dus weet wie je bent. Je identiteit is heel belangrijk. Dan krijgen we autoriteit. Dat houdt in, wat geeft God je? Welk gebied geeft hij je? Welke plek geeft hij je? En uiteindelijk zul je gaan merken dat je daardoor in je bestemming gaat wandelen. Dan weet je dat je het werk gaat doen, of het werk doet, wat God van tevoren bereid heeft. Nou, dan kun je eigenlijk nog weer een hele aparte preek over maken. Dat doen we de volgende keer misschien. Dan ken je het verhaal van David. David is een heel mooi verhaal als het gaat over identiteit, autoriteit, bestemming. Ik merk ook wel eens gewoon dat er dingen natuurlijk... Ja, dan gaan wel eens dingen natuurlijk verkeerd, hè? Daar had ik net ook al over. Dan komt er iemand tot geloof, volledig uit de wereld. Heeft nog nooit van God gehoord of van de Bijbel. Is daar dus ook niet mee in aanraking geweest. En dan komt iemand tot geloof. En dan gaan we gelijk verwachten dat iemand precies hetzelfde doet als wij. Ja, ik merk dat wel eens. Dus ja, nee, maar ja, met dat ken je niet. Of ze zien iemand in de kerk zitten, maar die doet nog weet ik veel wat. Ik heb wel eens meegemaakt een verhaal, dat was wel grappig. Ik zat zelf op de Bijbelschool. En er zat een gast bij mij in de klas en die deed aan tatoeëren. Ik denk, nou, dat ken je hier. Dat ken je toch echt niet. Ik denk, dat is niet goed. Dat is niet goed. En dat was wel een hele mooie les. Zet die gast dan een paar maanden. Zegt hij, ja, zegt hij. Hij zegt, ik had een gast had ik op de tafel leggen. Hij zegt, die was ik aan het tatoeëren. Hij zegt, nou, hij kon toch niet weglopen, zegt hij. Hij zegt, ik heb gewoon het evangelie verteld. En dan denk ik nog, ja, maar dat ken je. Zegt hij op een gegeven moment, zegt hij, ja. Zegt hij, een week later belt hij me op. Hij zegt, Mario, hij zegt, ja, wat over die kerk van jou. Hij denkt, oh goed. Hij denkt, klant kwijt. Hij zegt, ik wil wel een keer met jou mee. Dat ken, zegt hij, dat ken. Zondag hebben we weer dienst, joh. Hij zegt, ga je toch mee? Hij is met hem meegegaan. Dat was een goede preek, denk ik. Dat was een oproep tot bekering. Hij zat achterin met hem. Hè. Hij zegt, ik denk dat ik naar voren moet. Maar Mario zegt, ga maar.
Dan gaan de woorden geven zo zijn leven aan Jezus. Meneer Mars, je zit er helemaal naast. Je denkt, dat kan niet. Nou, God die gebruikt. Die kan iedereen gebruiken, echt. En soms denken we natuurlijk, weet je, aan de hand van de Bijbel kun je afvragen natuurlijk van ja, is iets dan wel of niet goed? En wanneer kunnen we iemand gebruiken in het Koninkrijk van God? Nou, iemand tot geloof komt, die zal niet gelijk precies hetzelfde doen als iemand die al zijn hele leven gelooft, zijn hele leven al in de kerk zit. Ook die maakt fouten trouwens hoor, begrijp me goed. Maar die wandelt nog niet precies hetzelfde. Bij mij heeft het ook jaren geduurd. Ja, op een gegeven moment waren we al tot geloof gekomen. Misschien al een jaar, twee jaar, weet ik veel. Dan kom je erachter, nou, bepaalde spelletjes die ik in huis heb. Klikken open, dat moest er maar eens in. En zo ruim je dingetjes op. Muziek kwam ik ook achter. Denk, oh, ja, ik had best wel foute muziek. Hup, weer de container open. Hup, weer een paar honderd gulden was het toen nog. aan spullen erin. Maar ja. Weet je, het is uiteindelijk de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde. En daar moet je gewoon van bidden. Heilige Geest, laat diegene zien van hey, dat wat ik doe of zeg of en dat fout is. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Ik heb mezelf ook gemerkt, als ik alles in één keer zou had ontvangen, zeg maar, wat misschien niet goed was in mijn leven, had ik het nooit kunnen handelen. Dat had ook een zootje geworden. Ja, en ik ben zo blij dat God genade heeft, zeg maar ook dat hij dat hij de tijd met me had. Ik ga het omwille van de tijd, ga ik maar wat dingen wat overslaan. Ik had nog ergens een ding zitten, maar dat maakt niet uit. Weet je, ik heb 11 jaar geleden had ik al een. Nee, dat is al langer geleden, maakt niet uit. Ik denk misschien een jaar of 13, 14 geleden, dat was 2005. Nou ja, goed, en toen had ik een profetie ontvangen. Dat God zei van, nou ja, dit heb ik eigenlijk klaarleggen voor je leven. En op een gegeven moment denk je, nou, dan gebeuren de dingetjes. Denk je, nou, dat zal niet waar zijn. Dat parkeer ik maar even. En elke keer kwam het weer terug. Elke keer kwam het weer terug. Maar ik dacht, ja, we gaan er nog meer dingen fout doen. Nou, dat gaat er toch niet worden. Maar 11 jaar lang heeft God de tijd gehad, genomen, geduld met me gehad. Om uiteindelijk, nou ja, ik kwam op de Bijbelschool terecht. En toen ging ik even door de shredder heen. Toen kon hij me vormen. Toen kon hij laten zien van, hey, hier zitten dingen fout bij in je leven. Daar mag je aanpakken, daar mag je veranderen. Maar ik ben zo blij dat God 11 jaar de tijd heeft genomen. En eigenlijk nog langer, want we waren al eind 20 ben ik tot geloof gekomen. Dus een praatje misschien over bijna 20 jaar. Nee, niet helemaal waar. 17, 18 jaar. Zo lang de tijd genomen om het te brengen waar ik nou ben. Om het te brengen naar een punt waar ik op een gegeven moment na de Bijbelschool ging ik samen met Sjaak naar Afrika. Nou, daar gingen gewoon deuren open. Roemenië. Overal gingen deuren open. En God zegt, hey, spreek. Spreek wat ik je gegeven heb. Deel datgene wat er misgegaan is in je leven. Waar ik jou heb veranderd. Waar ik genezing heb gebracht. Waar ik herstel heb gebracht, zegt God. Deel het maar uit. En al die deuren gingen open. Maar ik ben zo blij dat God me tot die tijd eigenlijk geleerd en onderwezen heb, zeg maar. Als ik het gelijk was gaan doen, had het een zootje geworden. Het had echt een rommeltje geworden. Hè, Steve? Ja, ik ben zo blij dat ik daar doorheen gegaan ben. Het was niet zo'n hele leuke tijd, maar ja, het is heel goed geweest. Ik had nog een dingetje over de liefde, maar nou. Oh ja. Ik heb nog 2 tellen, ja. Als je met mensen door processen gaat, zeg maar, weet je dat die liefde is dan zo belangrijk, hè? 1 Korinthe 3 zegt, de liefde is geduldig, ze is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, is niet trots, ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang, en wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, en ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, en ze hoopt alle dingen, en ze verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Mooi. Ik heb dat gemerkt ook op de Bijbelschool, bij mezelf, maar ook bij heel veel anderen. Pas na de Bijbelschool, dan gaan heel veel kwartjes vallen. En dan merk je, hey, nou gaan we echt processen in en nou gaan we echt veranderen. Dus dezelfde taak die wij dan hebben, hè, als christen zijn, om met diezelfde liefde en diezelfde genade
die ons hemelse papa voor ons heeft, hè? Om die uit te delen. En daar hetzelfde mee om te gaan. De vraag alleen aan ons is natuurlijk, willen wij gebruikt worden als levende stenen in zijn koninkrijk? Nee, die vraag moet je gewoon zelf stellen. Of wil je liever passief blijven? Kan ook. Maar ergens hoop ik dat je vanmorgen geraakt bent door zijn liefde. Dat je zegt, hé, dat is ook mogelijk voor die anderen, die buurman naast me. Die misschien eigenlijk, lekker vonken. Maar ja, dan toch zeggen, nee, weet je, ik ga hem echt lief hebben. Ik ga voor hem bidden. Dat gaat zo'n verandering teweeg brengen. We maken dat allemaal wel eens mee. Je hebt allemaal wel eens iemand in je leven denkt, niet? Weet ik het enigste? dat kan. Nee, dan bid ik tot God. Dan denk, Heer, zegen die persoon. Ja, en misschien is het mogelijk dat je Jezus helemaal nog niet kent in je leven. Vanmorgen, zou kunnen, weet ik niet. Als dat zo is, staat er een gebedsteam voor in de kerk. En die willen voor je bidden. Dat is het allerbelangrijkste. Geef je leven aan Jezus. Nodig hem uit in je leven. En hij gaat zoveel mooie dingen doen. Het Nieuwe Testament staat 25 keer dat we Jezus moeten aannemen in ons leven. Dit is een daad die we zelf moeten doen. Het is een vrije keuze die God ons geeft. En als je denkt, oké, ik ben misschien een beetje lauw geworden. Ik ben misschien een beetje verdwaald. Dan hoop ik dat het lied je ook geraakt heeft. Het lied zegt ook, hè, kom bij me. Geef opnieuw je hart aan mij. En laat je verkwikken. Door mijn geest. Kun je ook voor laten bidden. Dank u wel, Vader. Voor deze morgen. Dank u wel, Heer, dat u aan de gang gaat, Heer, met deze boodschap. Dank u wel, Heer, dat het uw kracht is. Dat het niet mijn kracht is, niet mijn woorden, Heer, maar dat het uw woorden zijn. En zo zegen ik gewoon ook alle mensen. Niet alleen hier, maar ook in de Ronde Veen, in heel Nederland. Heer, dat ze deze woorden gaan begrijpen, Heer. Dat we het niet redden door de wet te houden, hoewel die goed is. Maar Heer, moet ons focussen op Jezus. U heeft gezegd, kijk niet naar het probleem, kijk naar de oplossing. Kijk naar Jezus. En Vader, ik bid, Heer, als we in onszelf misschien merken dat we lauw zijn geworden of misschien verdwaald zijn geraakt. Door de leugens misschien die de wereld ons vertelt. Vader, ik bid, Heer, dat u zo gaat ontmaskeren. En ik bid, Heer, dat we op zullen staan en zullen zeggen, Heer, vergeef. Ik wil kijken naar het volbrachte werk van u, Heer Jezus, aan het kruis. Ik hoef daar niks van aan toe te voegen. Ik wil alleen maar zeggen, Heer, ik wil dat geloven. En ik wil me openstellen om te gebruikt te worden als een levende steen. Hier in deze gemeente of daarbuiten. Ik bid, Heer, dat uw kracht daarin zo powervol zal zijn. Dat we op zullen staan en zullen gaan om uw koninkrijk alleen maar groter en breder en wijder te maken. En iedereen te verkondigen, Heer, dat u Heer Jezus Christus Heer bent. En u regeert. U hebt het overwonnen. U hebt het gezongen in de liederen. Heer, u heeft de dood overwonnen. Alles is de prijs betaald. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel. Amen. Amen.